Ja, we staan hier voor de plek, of voor een van de foto's. Dit is een foto die ik gemaakt heb in de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar is was toen een strijd, en ik geloof dat die nog steeds voortduurt tussen de christenen en de moslims. Tenminste, zo wordt het gezegd. Alleen, ja, het is vaak tussen extremisten en andere extremisten. En daar worden de gewone mensen vaak de dupe van. Deze mevrouw Aisha, die zat in de moskee in Bangui. Alleen Bangui, de hoofdstad, is vooral christelijk. Dus de meeste moslims waren daar weggejaagd door de christenen. En zij had daar dus nog een plekje met een aantal andere moslims. Haar man was ook nog heel lang daar in die moskee geweest. En dat was dan zeg maar het laatste veilige plekje. Samen met haar dochtertje zit ze daar. Maar na 2 maanden gaat Ali, haar man, die wil toch eigenlijk weer iets met zijn leven gaan doen. En die denkt van ja, ik zit hier zo opgesloten. Dus hij probeert te ontsnappen naar Tsjaad, waar meer ruimte en mogelijkheden zijn. Dus hij gaat met een bus, met een aantal andere mannen, proberen ze weg te komen. En helaas heeft hij die toch niet overleefd. Dus zij hoort later dat haar man omgekomen is tijdens die ontsnapping. Ja, en ondertussen zit zij daar nog een beetje te wachten. Maar het verhaal is niet dat moslims goed zijn of christenen goed zijn. Want op een andere plek kan je precies dezelfde foto's maken. En dan zit er een christenfamilie, zeg maar, op het laatste plekje waar nog een beetje hoop is. Dus het is vooral het verhaal van mensen die tegen elkaar opgezet worden en dan ja, geen uitkomst meer hebben of bijna geen mogelijkheden meer hebben.